ben een van de leden voorgedragen door maatschappelijke organisaties. De meerderheid van de cliëntenraad bestaat overigens uit mensen met een BWB-uitkering, dus een bijstandsuitkering. En ik ben voorgedragen door de Raad van Kerken. Wij zijn behoorlijk vaak in het gemeentehuis. Wij zijn er eigenlijk altijd met een grote of een kleine delegatie. Als er punten aan de orde zijn die de sociale zekerheid of het minimabeleid betreffen hier in de gemeente Amersfoort. En dat is toevallig het afgelopen jaar wel heel vaak geweest. Nou, het feit dat wij de juryprijs en de publieksprijs hebben gewonnen in hetzelfde jaar, voor de cliënt in beeldprijs, dat is eigenlijk nog nooit voorgekomen. Nou, bij de cliënt in beeldprijs, zowel voor het publieksdeel als voor het jurydeel, behoort een, hoe moet ik het eigenlijk zeggen, een soort plastiek noemen ze dat geloof ik in de kunstenwereld. En die staan hier op de kast. En we kijken er met genoegen naar, omdat het een leuke herinnering is. Maar de beelden als zodanig, die geven ook wel goed aan wat die prijs doet. Ja, mensen die in een minpositie zitten in dit land, die zijn niet zielig. Die kunnen door in hun eigen kracht te komen elkaar weer omhoog halen. En daar gaat het om.